common, man. It's just a word. Cryptic. Somewhere in the mind, without meaning. Until it's taken from you. Prison Island. Would you dare to escape? Because freedom is never guaranteed. Vandaag ben ik in Prison Island in een gevangeniscel. We hebben op Groupon.nl, de grootste dealsite van Nederland, hebben gekeken naar de vetste escape beleving van Nederland. En die vonden we, en dat is Prison Island. Nou, vandaag ga ik de eigenaar vragen hoe die op dit idee is gekomen en hoe die het heeft uitgevoerd. En ik ben heel erg benieuwd. Super, we staan hier bij Prison Island in gewoon een hele gebouwde cellencomplex. Super vet. Hmm. Wat doe je precies? Nou, Prison Island is een mix tussen het Fort Boyard van vroeger op tv en de escape rooms die je nu ziet. Je krijgt een keycard van de bewaker en je kan zelfstandig een van de 24 deuren openen. Achter die deuren vindt een activiteit plaats, allemaal verschillende. Die kan te maken hebben met behendigheid, kennis of samenwerken. En aan het einde, als je tijd om is, krijg je een scorelijst en er staat per ruimte op hoeveel punten je gescoord hebt. Hoe heb je dit ooit bedacht? Nou, we zijn begonnen met om ons heen te kijken naar de... Dat was eigenlijk de start ervan. Dat we met een linksoog zaten te kijken naar de escape rooms die je overal in de steden ziet. Vond het net niet leuk genoeg om zelf ook te gaan bouwen. Uiteindelijk zijn we met meerdere afdelingen hebben dus dit concept dus uit de grond getrokken. Bedacht, doorgedacht, getekend en uiteindelijk zijn we gestart met bouwen. Wat vind je nou het allerleukste aan eigenaar zijn van zo'n bedrijf, van zo'n escape beleving? Nou, ik vind het vooral belangrijk. Je geniet ervan als mensen het naar hun zin hebben. Dit is een activiteitenbedrijf. We hebben karten, lasergamen, Prison Island nu als toevoeging erbij. Je kan bij ons lekker eten en drinken. En als je ziet dat de mensen genieten, dat vind ik zo belangrijk. Ja, echt heel gaaf. Dus het is niet alleen puur een escape room, maar het is eigenlijk die combinatie met de gevangenis. Dus je zit echt in die beleving. Ja, ik ben er net doorheen gelopen. Het is echt prachtig. Ja, je begint dan zoiets. Hoe ben je toen aan je klanten gekomen? Nou, dat is heel mooi. De enthousiasme binnen het team van de fabriek. Dat je een beetje naamsbekendheid in de omgeving krijgt. Een stap verder, dat was Groupon. Er komt een heel groot percentage gewoon van Groupon af om hier zo het spel te spelen. Maar wel met een korting? Ja, absoluut. Tuurlijk. Okay. Tuurlijk. Gaaf. Iets meer tijd voor dezelfde prijs. Okay. Dus iets meer speeltijd voor dezelfde prijs. Maar dat heeft je heel erg geholpen? Ja, zeker. Zeker. Hartstikke bedankt. Ja, super, ja, we gaan nog even rondkijken. En ik hoop dat het nog heel lang goed gaat. Dit was Prison Island. Wil jij nou ook een keer naar Prison Island? Ga dan naar Groupon.nl en zoek op Prison Island en koop daar je deal. Wil je nou ook op de hoogte blijven van onze video's? Abonneer je op ons kanaal. Elke maand weer een vet interview met een leuke ondernemer. Dankjewel.